De FHR Institute for Higher Education heeft afgelopen zaterdag aan 200 studenten hun bul uitgereikt. 140 van hen hebben een Bachelor of Business Administration, BBA, diploma ontvangen en 60 hebben verschillende masters gehaald. De uitreiking heeft plaatsgehad in een tot de laatste plek gevulde ballroom van Torarica. Volgens Hans Limapo, algemeen directeur van FHR, zijn 200 afgestudeerden een heleboel. Maar dat wil niet zeggen dat het maximum is bereikt, benadrukte de FHR-directeur. Volgens hem is het streven van het instituut dat 70% van de studenten binnen de vastgestelde nominale periode afstudeert. Dat betekent dat het aantal masters in plaats van 60, 70 zou moeten zijn. En het aantal bachelors zou in plaats van 140 waarschijnlijk 160 moeten zijn. Dus we hebben nog een klein beetje te gaan, maar we doen heel hard ons best. Mijn laatste opmerking is dat veel van de studenten pessimistisch zijn, bezorgd zijn over de toekomst en zelfs cynisch zijn. En ik spreek dat tegen. Zij hebben het voor het zeggen. Zij zijn de nieuwe maatschappelijke elite. Zij zijn de nieuwe. Zij hebben het in hun eigen hand. En met voldoende wilskracht en weerbaarheid moeten ze in staat zijn om de toekomst vrij van pessimisme en vrij van cynisme op te bouwen en nieuw leven te geven. En dat is wat we beogen. De 200 afgestudeerden die we hebben afgeleverd zijn human capital voor de samenleving, benadrukt directeur Limapo. Hij legt uit waarom human capital, oftewel menselijke hulpbronnen, belangrijk zijn voor Suriname. In de directe omgeving van Paramaribo, van dit instituut, er ongeveer 200.000 mensen wonen. 200 afgestudeerden betekent op elke 1000 mensen één. Dus het is niet niks. Ik heb daar vooral het nadruk op gelegd dat wij als FHR heel erg ons best doen om mensen op het niveau, op hoge standaarden, op het niveau van hoge standaarden wat betreft hun kennis, hun vaardigheden, maar ook vooral hun houding, hun attitude, hun ethische opvattingen op te voeden. Maar dat we daar niet klaar mee zijn. We zien dat vervolgtraject na het afstuderen als een wezenlijk onderdeel van ons succes. Dus daarom wijzen we allemaal erop dat je nu niet alleen maar aan je eigen persoonlijke welvaart moet gaan werken, maar ook iets moet betekenen voor de publieke zaak. Dat de samenleving je iets voor je moet betekenen. Dat je niet solitair door het leven gaat, maar altijd in relatie tot anderen. En dat is een heel belangrijke, denk ik, verandering die we in die samenleving teweeg gaan brengen. Tot zover Hans Limapo, algemeen directeur van de FHR Institute for Higher Education. We spraken hem afgelopen zaterdag tijdens de BUL-uitreiking aan 200 afgestudeerden. Te weten 140 bachelors en 60 masters. De uitreiking vond plaats in de ballroom van Hotel Torarica.